Hey, ik ben Kevin. Ik ben de winnaar van Idol 2011. En ik ga jullie iets vertellen wat ik eigenlijk nog niet zoveel heb verteld. Ik ben eigenlijk ook wel een gamer. Ik ben eigenlijk begonnen met gamen wanneer de Dreamcast uitkwam. Daar hebben we toch wel een paar toffe games gespeeld, zoals Power Stone en Sonic Adventures en van die toestanden. Ik vond het altijd zeer leuk om zo in een virtuele wereld je ding te doen en je fantasie zo eigenlijk te zien op het scherm en daarin te leven. En vandaar dat ik altijd gamen toch wel zeer tof vond. Mijn favoriete genres van games zijn toch wel RPG's. Dat zijn eigenlijk vooral RPG's dat ik zeer belangrijk vind. Gewoon simpelweg door het feit van ik hou van een game dat eigenlijk een verhaal heeft. En dat niet doelloos gewoon rondlopen is en gewoon dingen neerknallen of van die toestanden. Nee, er moet echt een verhaal in zitten. Er moet een climax in zitten in van die toestanden. Je moet je personage zien evolueren. Je moet het verhaal kunnen manipuleren. Dus vandaar RPG's. Als er vrienden langskomen, dan is het belangrijk dat er sfeer is. Dat iedereen een goede een tijd heeft bij u. Dus dan vind ik het toch wel belangrijk om een spel te spelen waarmee dat iedereen samen kan spelen. En welk spel past daar natuurlijk in? Just Dance 3. Ja, dat houdt dan in dat je met 1 tot en met 4 spelers kunt spelen. En iedereen heeft gewoon one hell of a time. Ik bedoel, dan zie je wie dat er wel kan dansen en wie dat er niet kan dansen. Maar dan kunnen we kunnen elkaar helpen. We kunnen dingen bijleren. Het zijn ook wel, ik heb het al ondertussen een paar keer uitgeprobeerd. En ik ben toch wel een beetje verschoten van hoe goed dat de choreografieën eigenlijk zijn. Eén dat ik al heel speciaal vind is bijvoorbeeld van de Black Eyed Peas. Ik was toch wel verschoten. Het is oefenen om dat toch wel goed te kunnen doen. Waar ik toch wel zeer hard naar uitkijk is toch wel de Black Eyed Peas Experience. Nu, wat houdt dat in? Dat is eigenlijk zoals Just Dance 3, maar de choreografieën zijn eigenlijk ingedanst door de originele choreograaf van de Black Eyed Peas. Dus dat houdt in dat je toch wel echte originele danspasjes aangeleerd krijgt, zoals in de videoclips. En ik denk dat het zeer cool zou kunnen zijn. I came to move.